Welkom, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik heb de autoradio IMAS 7023B heb ik onlangs gekocht via bol.com bij Autocoderen. En ik ga een beetje uitleg geven wat je allemaal met deze radio kan. Ik moet vooraf zeggen, er zitten een aantal beperkingen aan de radio. Voor mij zijn ze niet bezwaarlijk. En de prijs is er ook gewoon naar. Dus ik ga je graag vertellen wat je allemaal kunt met de radio. Nou, zoals je ziet, hij staat nu in een stand-by modus met de tijd en de datum. En nou ja, goed, via de aan-uitknop ga ik nu de radio aanzetten. En ga ik stap voor stap met je doornemen wat je allemaal met de radio kan. Dus ik ga drukken op de aan-uitknop. Oh, even scherp stellen. Op de aan-uitknop. Zo. En dan komt hij dus terecht, ik zal hem even wat zachter zetten, komt hij dus terecht in de autoradio modus. Ik ga even terug via het huisje hier naar het hoofdmenu. Want dan kan ik precies gaan vertellen wat je er allemaal mee kan. Nou, ik zal eerst even de bovenste knoppen met je doornemen. Nou, hier zie je dus dat ik nu op dit moment in het homemenu zit. Als ik op zo meteen op radio druk, dan verschijnt hier radio. Hier kan ik nog, nou ja, dat zie je vanzelf strakjes eigenlijk. Volume, die staat nu op 4. De tijd. Dit is het zonnetje wat je hier ziet. Is de helderheid van het beeldscherm. Hij staat nu op heel erg helder. Als ik hem nog een keer indruk, dan komt hij in de avondmodus. Dan zie je ook een maandje staan. En als ik hem nog een keer op druk, dan gaat de display uit. Zo, en nu staat hij weer op helder. Nou ja, het Bluetooth-icoontje zie je hier en hier dus het home-menu. Nou, hier zie je dus nog de tijd staan en de datum. Nou, dan ga ik naar FM. Dan kom je terecht in de radio. Kijk. Ik heb een beetje natte vingers, dus vandaar dat het touchdisplay het niet helemaal doet. Je hebt hier eigenlijk drie banken waar je iets op in kan stellen. Je kunt in totaal, kun je hier, dat zie je hieronder, kun je zes stations, radiostations vaststellen per bank. En je hebt dus FM 1, FM 2, FM 3 en ik ga weer terug naar FM 1. Nou, je ziet hier stereo staan. Die kan ik ook nog op mono zetten, maar ja, dat wil je natuurlijk eigenlijk niet. Equalizer, dus je kunt, hij staat nu op rock zoals je ziet, maar je kan hem ook op pop zetten, uit of op klassiek, zo, maar dat is maar net wat je lekker vindt. Nou, ik vind pop lekker. Nou, vervolgens kan je dus hier met je vinger kan je gaan schuiven over de frequenties heen. Hier 87,5 is natuurlijk het begin en 108 is het einde. Jammer is alleen dat je aan de radio geen RDS hebt. Dus je kunt niet zien welk radiostation er afspeelt. Maar ja, weet je, als je eenmaal weet wat je hebt ingesteld, dan is dat niet heel erg bezwaarlijk. Althans, voor mij is het niet heel erg bezwaarlijk. Gaan we weer terug naar home. En dan kom je terecht bij het kopje music. Nou, je kunt in de radio een USB-stick stoppen. Nou, zoals je ziet zit hier één in. Maar je kan, en dat zie je hier, ook een micro SD-kaartje erin stoppen. Let wel op, het micro SD-kaartje, daar heb ik heel erg mee zitten rommelen in het begin. Ik had namelijk een micro SD-kaart van 16 gigabyte, maar die accepteert hij niet. Dus je moet erop letten dat je een SD-kaart, een mini SD-kaart, van maximaal 4 gigabyte gebruikt. Nou, als je op music drukt, dan kom je dus terecht. Ik blijf van dat de vingers houden even. Dan kom je dus terecht in het muziekgedeelte. Hij gooit al je muziek die op een kaart staat, gooit hij op een hoop. Dus je kunt niet een afspeellijst maken. Dat is het nadeel eraan. Maar ja, goed, het is niet anders. Dat is gewoon een beperking van de radio. Je kunt er wel voor kiezen hier. Om ervoor te kiezen om zeg maar zo. Willekeurig een nummer af te spelen uit je hele lijst. Nou, zoals je ziet, ik heb 720 nummers erin staan.
Dus dat is aardig wat. Hij staat nu op de micro SD-kaart, maar je kan dus ook schakelen naar je USB-stick toe. Je ziet dus, er staan 720 nummers in. Je kunt dus niet een afspeellijst instellen, maar je kan wel via deze toets hier, kan je zeggen, oké, okay, ik wil bijvoorbeeld nummer 25 horen. 25. En dan gaat hij dus nummer 25 afspelen. Dus als je weet, als je een favoriet nummer hebt en je weet het nummer, dan kan je heel makkelijk dus dat nummertje wel afspelen. Ga ik weer even terug naar het hoofdmenu. Nou, je kunt ook filmpjes afspelen. Even kijken of ik die op mijn USB-stick heb staan of hier op. Nee, ik heb die op de USB-stick staan. Dus dan moet ik even om gaan schakelen naar de USB-stick. Dat doe ik even via Explorer. En hij herkent... Oh, hij herkent even de USB-stick niet. Die heb ik denk ik uitgetrokken. Nou, ik stop hem nu weer terug. Kijk, nu herkent hij de USB-stick ook weer. Ik kies even voor de USB-stick. En dan ga ik weer terug naar mijn filmpjes. Zo. USB-stick. Nou, kom op. Hij doet even niet helemaal wat ik wil. Kijk. Nu wel. Ik kies een filmpje. Nou, mijn zoon die vindt het leuk om te kijken. Dus, nou ja, je ziet. Hij speelt dus ook een filmpje af. Dan ga ik weer even terug naar het hoofdmenu. Zo. Dan hebben we dus een filmpje gehad. Nou, je kunt ook foto's bekijken. Nou, om een voorbeeldje te noemen, dan kan je dus een fotootje bekijken. Ik gebruik het eigenlijk niet, maar goed, het is leuk. Bluetooth. Daarmee kan je je telefoon koppelen aan de radio. Nou, hier zie je dus dat ik mijn telefoon heb gekoppeld. Ik kan dus hier een telefoonnummer intoetsen. Maar ik kan ook vanaf mijn telefoon gewoon een telefoonnummer draaien. En dan pakt hij me automatisch over. Hij herkent ook, ik moet het even zo doen, want anders komen de telefoonnummers in beeld. Hij kan je telefoonboek overnemen. Dat moet je wel elke keer opnieuw instellen. Dat duurt een minuutje, anderhalve minuut. Is het nodig? Nou, ik vind van niet, want ik kan ook gewoon een telefoonnummer intoetsen op het, of tenminste, als ik gebeld word, zie ik op mijn telefoon staan wie mij belt. En in het display van de radio zie je alleen het telefoonnummer staan. Dus ja, weet je, is het bezwaarlijk? Nee, ik vind van niet. Dan heb je ook nog je laatst gebelde nummers. Die kan je ook hier terugzien. En je kan ook nog muziek afspelen vanaf je telefoon op de autoradio via de USB. Dan de AUX. Je hebt ook een auxiliary knop. Die zit hier. Dus je kan een kleine jackkabel kan je in de autoradio stoppen. En dan kan je dus muziek opnemen. Muziek afspelen via je AUX. Via een MP3 speler bijvoorbeeld. Maar ja, wil je dat? Ik weet het niet. Maar het kan. Dan hebben we nog settings. Nou, in de settings daar kan je de taal instellen. Nou, zoals je kunt zien, er staat geen Nederlandse taal tussen. Maar goed, Engels is prima. Audio settings. Daarmee kun je dus instellen hoe je je autoradio wil hebben. Nou ja, front. Front, rear, achter. Links en rechts kan je met het balletje kan je instellen. En je kunt de bas en de treble kan je nog instellen. Nou, dan gaat hij zo weer terug. Hoppatee. Nou, radio area. Daar kan je dus het land instellen of het gebied instellen waar je op dit moment bent om de autoradio af te spelen. Nou, ik heb hem uiteraard op Europa staan. De tijd, die kun je instellen en de datum. Of je 24 uur of 12 uur ding wil. Dan hebben we hier nog de hoofdinstellingen. Wat hier leuk aan is. Je hebt bijvoorbeeld een screen
Nee, sorry. Ik moet even terug. De parking setting, die moet je op uitzetten. Waarom? Als je als die op aan staat en je speelt een filmpje af, dan zegt hij van ik doe het alleen maar als je geen auto rijdt. Dan speelt hij dus gewoon niet af. Backlight, die staat nu op blue. Dat is voor dit knopje hier. En die kun je dus ook op een andere kleur instellen. Je kan hem bijvoorbeeld op geel instellen. Je kan hem paars maken. Je kan hem roze maken. Even kijken hoor. Hij kan op wit. Hij kan ook op automatisch. En het leuke van automatisch is dat hij dan elke keer verandert van kleur. Nou, dat zie je hier nu. Ja, ik vind dat zelf irritant, want je wordt daar toch door afgeleid. En ik vind blauw vind ik prima. Dus ik zet hem nu weer lekker terug op blauw. Zoals ik hem ingesteld had staan. Zo. Nou, dan hebben we nog een firmware update en de logo setting. Ja, weet je, het zijn allemaal dingen die je gewoon niet gebruikt. Nou, dat zijn dus de settings die je had. Nou, dan kan je nog swipen naar een tweede scherm toe. Daar heb je nog een kalender en een phone link waarmee je je telefoon kan koppelen. Dus je telefoonscherm op je telefoon ziet. Ja, weet je, heb je het nodig? Ik denk het niet. Maar dat is een beetje in het uitgebreid hoe de autoradio werkt. Het is toch wel een langer filmpje geworden dan ik dacht. Oh ja, laatste dingetje nog. Je hebt hier dus nog een zilveren knop zitten. Daarmee kun je, als je de radio of de muziek aan hebt staan. Zo. Moet ik weer even. Ik blijf dat de vingers houden. Vervelend. Op. Daarmee kan je dus, als je de knop indrukt, wat er dan gebeurt, is dat je hem dan kan je dus ook nog een keer in het menu het een en ander instellen. Maar als je hem ingedrukt houdt, dat is dus kort indrukken, maar houd je hem ingedrukt, dan, nou, hij doet nu dus niet wat ik wil, maar dan gaat hij dus ook nog naar auto mute. Dat doet hij nu dus even niet wat ik wil. Oh ja, je moet hem kort indrukken en dan komt hij in automute. Ik draai dit om. Kort is automute. Dus dan zet je radio of je muziek zachter. Haal je hem lang ingedrukt. Dan kom je dus in het menu terecht. En kun je hier dus ook nog dingen instellen. Oh, ik kom nu gelijk wat tegen wat ik denk van. Oké, misschien moet ik daar nog iets mee. Nou ja, goed. Dus zo kan je dit nog instellen. Dan vervolgens heb je nog de aan-uitknop. Daarmee kan je dus aan-uit gaan schakelen. Maar wat je ook kan doen, als je hem dus indrukt, kan je schakelen tussen je videootje. Je kan naar je foto. Je kan naar je aux. Je kan naar je radio of naar je telefoon. Naar de radio. En nou ja, goed. En ga zo maar door. En dan komen we dus weer terug in alles wat je maar wil. Nou, tot slot, wat heb ik nog gedaan? En dan moet ik even mijn contactsleutel een tandje gaan draaien. Ik heb dus ook een achteruitrijcamera aangesloten op de radio. Dus ja, dat werkt ook. Dus ja, voor mij is het een prima radio qua kwaliteit of qua prijs en kwaliteit verhouding. Dus nou ja, doe er je voordeel mee, bekijk dit filmpje en ik zou zeggen veel plezier. Dag!